Tim, je hebt liefde ingevuld. Wat versta je onder verbinding? Kan je dat uitleggen? Als je je met mensen verbonden voelt, dan heeft dat iets positiefs. Jij denkt met mensen mee, mensen denken met jou mee. Dat heeft toch een element van liefde. En dat is toch helemaal mooi als je buren hebt, kinderen, vrouw, geweldige collega's op je werk, waarmee je intens contact verbonden voelt. Dat is toch een hele fijne vorm van verbinding. En de meest mooie vorm van verbinding vind ik dan toch een soort liefde. Prachtig. En dat gun ik toch een heleboel mensen. En dan, ik hoorde je iets over de wijk zeggen, de verbinding in de wijk. Wat versta je daaronder? Ik ben onder andere vrijwilliger bij U in de Wijk Overvecht. En wij proberen allerlei mensen die actief zijn in de wijk in beeld te brengen. Dus een soort verbindingsman of vrouw te zijn tussen mensen die iets doen en mensen die nog niet weten wat er gebeurt. Om bijvoorbeeld actief te worden in de wijk of om te zien dat de wijk toch heel wat positieve kanten heeft. Kijk, je kunt allerlei negatieve dingen bedenken over een wijk als Overvecht. Je kunt ook vooruitkijken en denken, laten we de dingen benadrukken die goed gaan. Een soort verbindingsrol. Wauw, fantastisch. Nou, gezegend.